De vorige keer hebben we geïntroduceerd procedures, nu met parameters. En parameters worden doorgegeven op de manier van de call-by-value-mechanisme. En om het notie van de macro-expansie, we zien hier bijvoorbeeld een concrete call van een procedure P1 op een stel parameters. Zo, dit stelt voor een rijtje van actuele parameters. En we hebben een blok statement geïntroduceerd, zodanig dat we elke call kunnen expanderen naar een statement die zijn body bevat, maar de formele parameters introduceert als lokale variabelen van de body. Dat hebben we de vorige keer besproken. En nu gaan we dat bekijken van hoe dat dan past in een algemene recursieregel. Eigenlijk hebben we dat tot nu toe nog niet behandeld. We hebben gekeken naar het simpele geval van een main statement in de context van een declaratie bestaande uit één procedure. En dat is dus het nieuwigheidje hier, dat we ook kijken, niet alleen naar dat we nu procedures met parameters hebben, maar we kijken nu ook naar hoe we kunnen redeneren over een main statement in de context van meerdere proceduredeclaraties. Want nogmaals, dat hebben we nog niet behandeld. Dat is in wezen een vrij recht toe, recht aan uitbreiding. Maar zoals je al wel ziet, notationeel heeft dat nogal wat, wat voeten in aarde. Dus laat ik dat proberen langzaam uit te leggen, de verschillende premissen. Want we zien hier dus één conclusie. Wat we willen, we hebben een of andere main statement, dat is S. En we hebben een stel procedure declaraties. En we willen bewijzen dat S voldoet aan deze pre-post-conditiespecificatie. Nou, die S is samengesteld uit assignments, sequentiële compositie, if then else, etc. Maar dus ook uit procedure calls. Nou, in principe pas je de regels of de assignment axioma toe en de regels voor alle andere constructen. Maar als je in S een procedure call tegenkomt, dan moet je een pre- en postconditie specificatie van die call introduceren. Dat is het idee en dat staat hier in deze eerste premisse. Daar staat dat je gaat gewoon aan de gang om die statement correct te bewijzen. En als je een procedure call tegenkomt, bijvoorbeeld hier deze call, die komt in S tegen. Wat je dan kan doen, en zo ga je vaak ook te werk, dan kijk je, wat moet ik weten op dat ik deze globale specificatie correct kan bewijzen? Wat moet ik weten over deze call? Aan welke pre- en postconditie moet die call voldoen opdat ik dit kan bewijzen? Nou, stel, je komt erachter dat je zo'n pre- en postconditie nodig hebt. Nou, dan introduceer je dat maar als een aanname. Dat ga je niet direct zelf correct bewijzen. Je hoopt het, want je moet natuurlijk wel later dat ding bewijzen. Maar je concentreert je eerst op het correctheidsbewijs van je main statement. Nou, daar komen dus verschillende procedure calls voor. Voor die procedure calls introduceer je aannames, pre- en postconditiespecificaties van die calls, met behulp waarvan je dan die main statement correct kan bewijzen. Nou, stel dat dat gelukt is, en hier staat dat, hier heb ik een n-tal correctheidsspecificaties over een n-tal calls. Dit hoeft, die P1 tot en met PN kunnen in principe verschillende calls procedure zijn. Maar hier, wat ik hier heb aangenomen trouwens, is als je het goed bekijkt, dat ze, nee, ze kunnen gelijk zijn. Dus een P1, moet ik even kijken, neem ik nou aan dat voor elke procedure ik maar één aanname heb over een call? Even kijken. Nee, want je kunt voor dezelfde procedure natuurlijk verschillende actuele parameters hebben. Ja. In dat geval heb je dat P1 en P2 bijvoorbeeld dezelfde procedurenaam zijn.
Ja. Maar dat dan T1 en T2 verschillende actuele parameters zijn. Ja. In dat geval is P1 ja. heeft dezelfde boordering ja. als P2. Ja, precies. Dus P1, de naam, posenuraan, kan dezelfde zijn als die van P2. Ja. Je ziet trouwens een typo. Ja. Dat ja. moet I zijn. Ja. Dus die P1 tot en met PN zijn niet noodzakelijkerwijs verschillende procedurenamen. Ja, bedankt Hans. Dat kunnen dezelfde namen zijn, want ja, voor één procedure kun je dus, wat Hans ook net zei, verschillende calls hebben, verschillende actuele parameters. En dat zeg je hier ook, want je zegt alleen maar dat de IPI gedeclareerd is. Maar je zegt niet dat ze onderling verschillend hoeven te zijn. En dat is natuurlijk ook logisch, want in S kunnen verschillende calls naar dezelfde procedure voorkomen. En daar kun je dus, er komt op verschillende plaatsen in die main statement voor, dus dan kun je daar in het algemeen verschillende pre-post-conditie specificaties nodig voor hebben. Maar sterker nog, je zou zelfs ook voor twee calls naar dezelfde procedurenaam, ook met dat? Dezelfde actuele parameters, ja. toch verschillende assumpties hebben. Voor bijvoorbeeld als ze andere globale toestand beschrijven. Ja, bijvoorbeeld inderdaad, als je gewoon, je kunt twee exact dezelfde calls na dezelfde procedure met dezelfde parameters, maar die komt op verschillende plaatsen in die statement voor. Nou ja, dan in het algemeen zou je dan verschillende pre- en postconditie specificaties nodig hebben. Domweg omdat die call op twee verschillende plaatsen staat. Bijvoorbeeld als het staat zowel in een then als een ends branch van een if then else, nou, dan zul je doorgaans verschillende precondities hebben. Namelijk de ene die zegt dat die hoe een conditie waar is van de keuzestatement. En de ander zegt bijvoorbeeld dat die boolean niet waar is. Ja. Klopt. Dus die eerste premisse die geeft dus aan wat je eigenlijk allemaal moet weten over al die calls die mogelijk in S voorkomen om deze correctheidsspecificatie van die main statement te bewijzen. En zo zou je in dat algemeen ook te werk gaan. Dit is wat je wil bewijzen en dan gebruik je de regels voor if then else, zoals ik al eerder zei. En dan kom je op die calls en dan kijk je wat je daarvan nodig hebt. En dat hou je bij, want die moeten natuurlijk daarna zelf bewezen worden. En die worden weer bewezen met een kleine variant van de recursieregel. Want voor elke call moet je laten zien dat deze, bijvoorbeeld deze specifieke call, moet je laten zien dat zijn body ook aan deze specificatie voldoet. Dat hadden we al gezien. Alleen de body wordt nu niet alleen die main statement, nee, die wordt daar kijk je naar in de context van de block statement, die de formele parameters, dus UI, dat moet I zijn, die de formele parameters introduceert als lokale variabelen van die body. Dus je moet voor elk van die specificaties van die calls, moet je bewijzen dat zijn body. En die body die hangt dus ook af van de actuele parameters, want die block statement initialiseert die lokale variabelen met die specifieke actuele parameters. Dus als ik bijvoorbeeld een andere call heb naar dezelfde procedure, maar met andere actuele parameters, ja, dan heb ik ook weer een andere block statement. En dan moet ik dus ook die weer correct bewijzen. Dus in principe zie je hier gewoon dat je elke van die aannames moet rechtvaardigen in termen van de bijbehorende block statement. Die dus de lokale variabelen, de formele parameters introduceert als lokale variabelen en ze vervolgens initialiseert met de actuele parameters. En dat moet je voor elk van die dingen doen. En dat moet je dan vervolgens bewijzen, maar dan mag je wel weer gebruik maken van die aannames. Dat is dat idee van die recursie. Om te bewijzen dat de body aan de specificatie voldoet, mag je zelf aannemen wat je eigenlijk wil bewijzen over die call. Maar dat is nu gegeneraliseerd naar dus een verzameling van declaraties bestaande uit meerdere proceduredefinities. Dus dat is het. De generalisatie van de simpele recursieregels zoals we die gezien hebben, zonder parameters en met maar één proceduredefinitie. Nu zien we hem hier met parameters en vervolgens gegeneraliseerd naar een
verzameling van procedure declaraties. In principe werkt dit in de praktijk, maar Hans en ik en een collega van ons hebben een artikel geschreven wat we hebben gepubliceerd in het tijdschrift Toplas, een ECM tijdschrift. En daarin hebben we deze regel nader geanalyseerd, want er is iets onbevredigends aan. Namelijk, als je kijkt naar de complexiteit van het bewijs. Doorgaans, als je kijkt naar simpele while-programma's, even geen procedures, vergeet die even, dus alleen maar assignments, et cetera, dan zie je dat, dat is niet zo moeilijk in te zien, dat de complexiteit van het bewijs lineair is in de lengte van je programma. Dus eigenlijk een bewijs vol, omdat een bewijs puur strikt de structuur van je statement volgt, ja, volgt daar heel eenvoudig uit dat de complexiteit van een bewijs lineair is in de lengte van de statement. Hoe je die lengte dan ook precies meet, maar doorgaans in het aantal instructies. Ja. Daar moet je dan maar even nog even over nadenken, dat ga ik verder niet uitbreiden, maar dat is een gegeven voor simpele while-programma's. Maar nu hebben we dus een verzameling procedure-declaraties en we hebben deze recursieregel. Nou, ook dat ga ik niet uitvoerig in, maar in het algemeen is nu, krijgen we met deze regel, dat in het algemeen, zeg maar in de worst case, de complexiteit van je programma kwadratisch is in de lengte van je programma. Want bijvoorbeeld, je kunt het aantal procedure-declaraties is natuurlijk een bepaalde constante, is afhankelijk van de lengte. Van je programma, maar ook tevens het aantal procedure calls. Dus zowel de aantal procedure calls als het aantal procedure definities is een waarde afhankelijk van de lengte van je programma. Maar je ziet dus hier dat je het product neemt van beide. He, want voor elke procedure-declaratie moet je een aantal van die, een aantal calls, moet je een aantal van die bewijzen genereren. Dus het aantal van dit soort bewijzen is in het algemeen kwadratisch in de lengte van het programma. Nou, dat kun je nog even proberen precies uit te vogelen, maar ik denk dat dat niet zo moeilijk in te zien is dat we hiermee de complexiteit van bewijzen aanzienlijk vergroten. Dus ja, dat is, en bewijzen zijn al over het algemeen lastig, dus dat wordt hiermee nog lastiger. En het probleem daarmee ook is dat we niet simpelweg een proof outline kunnen geven rondom de structuur van het recursief programma. Ja. Want voor elke call moeten we weer opnieuw wat anders gaan bewijzen en dat past dus niet zo mooi. Nee. Net zoals de proof outlines in de simpele while-programma's om het programma heen. Ja, ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en dat is een goed punt. Want waar ik even overheen gefietst ben, is... Kijk, ik zei, deze aannames, die heb ik gemotiveerd vanuit een bewijs van je main statement. En toen zei ik van ja, elk van die aannames moet vervolgens gerechtvaardigd worden. Maar bedenk wel, in deze blokstatement, met de body van de procedure, daar komen natuurlijk ook weer calls in voor. En voor die calls moet je dus ook weer naar aannames genereren. Dus die aannames die moet je er ook nog weer bijvoegen. Nou ja, dan is even de vraag, even schrikken van ja, maar kunnen we ons in het algemeen dan wel beperken tot een eindig aantal van die aannames? Nou, dat is zo, omdat je genereert niet meer aannames, want het aantal aannames is zo te zeggen direct afhankelijk van het aantal calls
wat in de main statement voorkomt en in elke body voorkomt. Meer zijn er niet. En dan ook nog niet alleen de calls, maar ook nog voorkomens van de calls. Dus eigenlijk kun je zeggen, het maximale aantal aannames wat je nodig hebt, is het aantal occurrences, voorkomens, van calls in de main statement en in elk van die body. En nou ja, dat is al natuurlijk, dat loopt dan snel helemaal uit de klauwen, maar dat is in principe, zeg maar, de worst case die je hebt. Maar het blijft dus wel eindig in ieder geval. Je genereert in deze blokstatement namelijk niet meer calls. Dat is in ieder geval een voordeel van het op deze manier doen. De parametermechanismen modelleren door middel van de introductie van lokale variabelen. Even terzijde, er zijn ook andere in de literatuur, andere manieren om dat te doen, namelijk door substitutie. Door die clashes van voorkomens van deze lokale variabelen op verschillende recursiediepten kun je ook voorkomen, die clashes, door nieuwe variabelen te introduceren en dan al deze lokale variabelen in de body vervangen door die nieuwe variabelen. Maar ja, dan wordt het een minder evidente zaak of je dan wel kunt volstaan met een eindig aantal van dit soort aannames. En in de literatuur geeft dat ook wel aanleiding tot allerlei technische, zeg maar even, rompslomp. Of in ieder geval technische complicaties, die we in ieder geval hier niet hebben. Maar nogmaals, terugkeren bij zo'n aanvankelijke observatie. Het problematische aan deze regel is dus de complexiteit van bewijzen die in het algemeen kwadratisch is in de lengte van het programma. Het is wel goed om, als je het nog niet echt helemaal begrijpt of gevoel hebt, om nog eens als een oefening dat voor jezelf precies uit te schrijven. En bijvoorbeeld ook dus dat voor gewone WAIL-programma's de complexiteit lineair is in de lengte van het programma. Ja, dus de vraag is, kan het anders? Kan het beter? Nou, dan, dat kan anders. Dat hebben Hans en ik in dat artikel, dat ACM Toplas artikel laten zien. En dat is eigenlijk gebaseerd op de notie van een contract. Veel talen... er zijn enkele talen die dat integraal ondersteunen. Dan moet ik even denken, dat is de taal bijvoorbeeld van Bertrand Meijer. Eiffel. Eiffel, ja. Eiffel is een objectgeoriënteerde taal dat integraal een notie van contract ondersteunt. En verder voor Java heb je formele assertietalen. Dat heet JML, de Java Modeling Language. En dat is een formele taal die ook ondersteunt het formaliseren van contracten, van methodes in Java. En in het algemeen is het idee van een contract, als je een methode hebt, of in ons geval dus een procedure, een contract geeft in het algemeen een preconditie en een postconditie. En het idee van een contract is dat, jij hebt een methode gemaakt, je hebt een, zeg maar, een tooltje aangeleverd voor anderen te gebruiken, bijvoorbeeld in een library of zoals de collection framework. En dan heb je een beschrijving nodig van hoe dat te gebruiken. En dan is het idee dat de preconditie geeft aan dan, als jij die methode aanroept onder deze voorwaarden, dan garandeert de ontwerper dat die methode na afloop voldoet aan de gegeven postconditie. Ja. Dat is het, vandaar dat woord contract. Ja. Het is een contract tussen enerzijds de gebruiker en anderzijds de programmeur. Maar in het algemeen spreek je dan van één pre- en één postconditie. En het idee is dat zo'n contract dan moet voldoen voor willekeurige call. En niet zoals hier, dat je eigenlijk hier voor elke call apart eigenlijk een soort contract hebt. Want dit is eigenlijk meer vanuit het perspectief van de gebruiker.
gebruiker heeft een main statement waarin hij die procedures gebruikt. En dan bepaalt hij maar even, of zij, van waar moet dat ding aan voldoen? En voor elke call afzonderlijk. Ja, daar is dus geen notie van een contract. Dat is meer zo van, wat heb ik nodig? En daar moet dan de programmeur maar aan voldoen. Terwijl dus een contract heeft een andere filosofie. Wordt van tevoren geeft de programmeur aan waar een methode aan voldoet. En in principe moet elke call daarmee te verifiëren zijn. En dan voel je wel aan dus dat je daarmee niet meer die complexiteit hebt. Want je hebt maar één specificatie van je methode die moet werken voor willekeurige call. Dat hebben we de vorige keer gedaan. Dat was een... Wat we de vorige keer gedaan hebben, was een illustratie van die vorige bewijsregel. Maar dan aan de hand van een simpele procedure met maar een simpele declaratie met maar één procedure daarin. Maar daar ging het om te laten zien hoe je redeneerde over die blokstenen. Maar nu gaan we verder. Nu gaan we uitwerken wat dat betekent formeel. Het redeneren over methode of procedure aanroepen door middel van een contract. Dat notie van een contract, dat hebben we geformaliseerd in termen van wat we noemen een generic call. En een generic call is niets anders als de procedure met als actuele parameters de formele parameters zelf. Dus eigenlijk is dit niet een concrete toepassing, maar is dit gewoon de procedure definitie. En een contract is dan niets anders als een pre-post conditiespecificatie van zo'n generic call. Nou, dan hebben we wat ik zei van... We gaan nu uit van één zo'n contract, dat moet in principe werken voor verschillende toepassingen. Dat is het idee van een contract. Een programmeur gaat ook niet alle mogelijke situaties beschrijven waarin zijn procedure geacht wordt te werken. Hij moet werken voor willekeurige toepassing. Nou, dat wordt beschreven door middel van deze regel. Als ik zo'n contract heb, zo'n pre-post conditiespecificatie, van zo'n generic call, dus nogmaals, dat zien we als een contract, dan kan ik zo'n contract instantiëren voor een willekeurige concrete call met actuele parameters door domweg in de preconditie de formele parameters te vervangen door de actuele parameters. Dus streepje boven en T stellen voor een rijtje van formele parameters en dit is een corresponderende rijtje van actuele parameters. Maar er is één ding, je zou verwachten nou eigenlijk van, ja, waarom vervang ik die formele parameters door de actuele alleen maar in de preconditie? Nou, je zou misschien denken, ja, dat moet ik ook doen in de postconditie. Maar we eisen in het algemeen voor een contract dat die formele parameters niet vrij voorkomen in Q. Dan denk je misschien, nou, waarom is dat nou? Nou, we hebben dat gezien in de blokregel. Laten we eens even terugkijken. Hier was de blokregel. Even kijken. Nee, ja, staat er in het midden. Oh ja. Ja, hier is de blok. Ja, dankjewel. Hier is de blokregel. En daarbij eisen we dat die lokale variabelen die hier door die blok geïntroduceerd worden, niet in de postconditie voorkomen. En we zien ook dat heel eenvoudig, met aan de hand van een eenvoudig tegenvoorbeeld, dat noodzakelijk is. Nou, dat wordt eigenlijk weerspiegeld, dat komt terug in die instantiatie van een concrete call, vanuit een generieke call. Want eigenlijk zijn deze formele parameters, zijn dus eigenlijk lokaal aan de body. En eigenlijk is dit een specificatie
over de body met als lokale variabele u. En eigenlijk moet je dus zien als u wordt geïnitialiseerd op t. De lokale variabelen van de body worden geïnitialiseerd op t. Nou, en in die blokregel eis je dan ook dat die formele parameters niet in die postconditie mogen voorkomen. En daarom doen we dat hier ook. Ja, je zou ook kunnen stellen voor zo'n contract, de postconditie geldt zowel aan het einde van de procedure als na de call. Ja. En aangezien de call verwijdert die lokale variabelen, maar aan de binnenkant van de procedure zijn die lokale variabelen er nog wel, maar je wilt wel dezelfde conditie hebben gelden daar, kan die conditie niet spreken over de lokale variabelen. Ja. Ja, inderdaad. En dat zien we inderdaad nog meer, nog beter terug als we zien wat dit betekent, hoe we dit rechtvaardigen. Want dit rechtvaardigen we door te laten zien, domweg, dat de body van de statement S hieraan voldoet. Nou, als je dan deze P-postconditie bewijst over een S, ja, dan zal in het algemeen, kan Q natuurlijk refereren naar die formele parameters. Maar ja, die bestaan hier niet meer. Want dan zijn het mogelijke andere formele parameters van een call daarbuiten. En daarom moeten we dus inderdaad ook eisen dat die formele parameters niet in die Q voorkomen. En dat is dat lijkt een klein dingetje, zo op het eerste oog, maar het is natuurlijk een restrictie. En het is een noodzakelijke restrictie, dat is één ding, maar is het niet misschien te restrictief? Ja? Zijn we nog wel in staat om dingen te bewijzen? Nou, dat hebben we met name in dat artikel laten zien. En we zullen dat ook aan de hand van enkele voorbeelden zien, dat we op allerlei manieren die restrictie kunnen omzeilen. Ja, dit is even een terzijde. Dat zou je niet voldoen aan die restrictie, dus u vervangen door t, dan zou dat corresponderen met een call-by-name parametermechanisme. Oké, om dat uit te leggen, dan moet ik mezelf ook weer even herinneren hoe dat zat met een call-by-name en dergelijke. Maar ik laat dat even rusten voor het moment. Misschien is dat iets wat misschien met een werkcollege kunnen behandelen. Of anders zie ik dat meer als een terzijde om zelf eens even uit te vogelen. Maar dit is een terzijde. Bedoel, dat hoef je nou niet direct 1, 2, 3 te begrijpen. Ik begrijp dat ook niet 1, 2, 3. Ik moet eerst ook voor mezelf, wat ik al zei, bekijken wat daar nou precies is bij call by name en waarom dan dit een call by name mechanisme zou formaliseren. Maar dat was dat terzijde. Nou, met behulp van deze notie van een generic call en dus met behulp van deze instantiatieregel, hè, hoe we vanuit een generieke pre-postconditie specificatie voor een procedure declaratie voor willekeurige call een bijbehorende pre-postconditie specificatie. Het is niet dezelfde, want de preconditie vervangt de formele parameters door de actuele parameters. Nou, hoe werkt dat dan in de context van recursie? Nou, wederom, we hebben een main statement, we hebben, oh hier is weer de typo, dat moet dus i zijn. We hebben een main statement te bewijzen en nu gaan we dat bewijzen, niet vanuit een stel concreet aannames over concrete calls, maar uit een stel contracten. Dus pre-postconditie specificaties over een stel generic calls. Maar merk op dat we hier ook nog in principe toestaan dat een generic call verschillende pre-postconditie specificaties heeft.
Dus het hoeft op zich niet zo strikt te zijn. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de programmeur zegt van, nou ja, ik heb niet één preconditie. Bijvoorbeeld één zo'n preconditie zou je ook... Dus er kunnen verschillende situaties zijn waarin een procedure geacht wordt goed te werken. En in principe zou je dat kunnen samenvatten in de preconditie als een disjunctie. Maar in sommige gevallen hangt de postconditie weer af van de specifieke voorwaarden in de preconditie. En daarom is het handiger om al die verschillende gevallen in aparte pre-postconditie specificaties samen te vatten. Dus heel strikt per procedure één pre-postconditie specificatie, dat is, zal in de praktijk niet zo werken. Omdat je vaak verschillende, wat ik al zei, verschillende situaties wilt onderscheiden waarin zo'n procedure geacht wordt correct te werken. Maar in ieder geval zijn die specificaties, die betreffen dus wel gewoon generieke call en niet concrete calls hier in S. Want als ik hier, want in dit bewijs, de correctheidsbewijs van deze main statement, kan ik dus deze aannames over deze generieke calls, of deze contracten, gebruiken door gewoon voor elke call zo'n bijbehorende generieke call te instantiëren. Met behulp van die instantiatieregel. En dan de rechtvaardiging van die specificaties van die generieke calls, die is dan nog veel simpeler, want elk zo'n aanname moet ik gewoon rechtvaardigen door te laten zien dat erbij behoren de body. Gewoon de body, want ik hoef niks initialiseren, want dit zijn gewoon de formele parameters. Maar wel allemaal dus onder de aanname dat voor elk van die generieke calls de postconditie geen vrij voorkomen is van de formele parameters bijvoorbeeld. Nou, in principe, je kunt natuurlijk nu, deze regel staat wel toe dat je in principe dus een bak vol specificaties voor elke generic call neemt. Maar als je even uitgaat van één pre-postconditie specificatie van voor elke generieke call, ja, dan zie je dat het dus lineair is nu. Ja, want dit bewijs is lineair en je hebt hooguit een n-tal, het aantal procedure, het aantal bewijzen hier is precies het aantal aannames dat je hebt. En dat is gewoon gelijk aan het aantal proceduredeclaraties. Oh ja, hier dus een voorbeeld van waarom die aanname geldt. Nog even de motivatie van die restrictie. Hoewel dat hopelijk nu wel duidelijk is dat voorkomt natuurlijk uit die blokregel. Maar kijk nog maar even hier naar dit concrete voorbeeld. Als je bijvoorbeeld een simpel, heel flauw ding op zich, gewoon je zet u op 0, de formele parameter, dan zou je dus eenvoudig kunnen bewijzen over de body van deze procedure, deze correctheidsspecificatie. En dan zou je dus generieke call hebben, hè? Deze specificatie van die generieke call, hè? Want je doet gewoon de body replacement, hè? Want dit geldt, dus geldt dat ook. Nou, zou je nou die u vervangen door in de preconditie door stel actuele parameters, dan krijg je dus automatisch vanuit het niets dat die u gelijk is aan 0. Maar ja, welke u is dat? Dat is niet meer deze u, dat is mogelijkerwijs een u die bijvoorbeeld hier geïntroduceerd is. Dus daarin kun je zien dat dit geldt in het algemeen niet.